De Road Profiler is een boordcomputer die een asfaltfrees kan aansturen. Met de Road Profiler is het handmatig uitzetten van freescijfers op asfalt verleden tijd. Met de Road Profiler kan je eenvoudig een 3D-model inladen. Na het inladen verschijnen de freescijfers meteen op het scherm van de Road Profiler. De Road Profiler is uiterst nauwkeurig en bepaalt de positie van de machine met RTK-DGPS. Via een aansluiting op de asfaltfrees bestuurt de Road Profiler continu de freesdiepte. Hierdoor hoef je de freesdiepte niet meer handmatig in te stellen. Het resultaat? Freeswerk van buitengewoon hoge kwaliteit. Het gebruik van een Road Profiler biedt vele voordelen, en zeker op dit werk. Dit is een werk van 9 kilometer lang, waarbij we dus tussen de 12 en de 16 centimeter zijn aan de frezen zijn. Het grote voordeel is dat je een perfect eindresultaat hebt, met name wat betreft de vlakheid. Waar je vroeger nog wel eens had dat er een freesmachinist of een foutje maakte, dat er een zonkje in zat. Dat heb je nu niet. Je hebt een mooi glad oppervlak, waardoor je minder asfaltverspilling hebt. En dus eigenlijk puur op laagdikte het asfalt aan kunt brengen. Wij bieden de Road Profiler aan onze klanten, omdat we een strakker en vlakker eindresultaat kunnen garanderen voor onze klanten. En voor onze klanten is daarmee een asfaltbesparing mogelijk, omdat ze alle oneffenheden niet hoeven weg te werken. Voor onszelf, voor onze machinisten, is het veel gebruiksvriendelijker en makkelijker om mooi werk te maken. En je kan het zien aan de jongens op de machine. Met een brede smile kunnen ze achterom kijken voor het strak en vlak eindresultaat. Gebruik je Tiger Civil als softwarepakket om de taken up te loaden in het systeem van de Road Profiler. De grootste voordelen hiervan zijn dat het zeer gebruiksvriendelijk is. Het is ook nog mogelijk om een laatste check te doen op de modellen. En we kunnen de voortgang van het project live volgen. Tegenwoordig te werk met de Road Profilers. En dat is voor ons is de Road Profiler een uitvinding. Doordat het op een gegeven moment voor ons het werk veel inzichtelijker is. We krijgen veel meer informatie. We hoeven daar minder bewegings voor te maken. We hoeven niet zoals vroeger rond de machines te lopen om alles inzichtelijk te krijgen. Maar we krijgen het nu gewoon via het beeldscherm rechtstreeks binnen.